Ja, dat is eventjes 20 minuten uitblazen. Dan heb je al zitten luisteren naar het een en ander van de politieke partijen. De Dorpspij en het CDA. Maar ook de oppositie. Ja, het is, wat is golf nou eigenlijk? Met een stukje, een bulke en een hulke slun. Eigenlijk zou het een heel mooi dialectzinnetje kunnen weten. Misschien is het iets voor de VVV om daar een mooie foto bij te gaan maken. Met dat prachtige bordje. Maar hoe zit het nu verder? We kijken eventjes op de tribune, want er zitten een heleboel mensen van de golfbaan. Die zitten aandachtig te luisteren. Misschien is het leuk om eventjes Jan van Maalzakker erin eventjes naar voren te halen. Want dat is de voorzitter die... Die daar eigenlijk staat. En misschien is dat toch wel eventjes het idee wat hij ervan vindt. Jan eventjes kort wil reageren voor de vraag. Dat kunnen we toch eens eventjes kijken. Want hoe dat hij nu heeft gereageerd naar het geheel. Ja, die golfbaan houdt de gemoederen toch bezig. Hoe zit het met de FTE's? Wat doet de golfbaan er eigenlijk over? Het integraal gebiedsplan, ook dat is al besproken. Moet het 9 holes worden, 18 holes of toch 27 holes blijven? Ja, er is eigenlijk heel veel over te doen en heel veel over te zeggen. Even kort met de heer Van Maalzakkers, want ja, wat die eventjes kort reageren. Dag meneer Van Maalzakker, blij dat u eventjes reageert, want ja, u heeft het eerste termijn juist gehoord. Wat is uw eerste reactie? Nou, ik heb nog helemaal even geen reactie, want de raad is nu aan het woord. En ik vind ook dat de raad in zijn totaliteit tot een besluit moet komen. En dat hoop ik ook vurig. En ik snap heel goed dat het een lastig vraagstuk is. Maar wij als bestuur van de stichting, die ik nou even mag voorzitten, want zo is het gewoon, die kunnen niks doen aan leningen die afgesloten zijn. Dat kunnen wij niet beïnvloeden door meer leden en minder leden enzovoorts. Dat is een bank die afbetaald moet worden, net zo goed als jij 30 jaar geleden een hypotheek hebt afgesloten tegen een bepaalde rente en die is dan vast, dan moet je dat betalen. En gelukkig hebben we nou ook een deel van de leningen die afgesloten zijn, die dus kortlopend waren en die kunnen we dus, en die kan de gemeenteraad dus wel opnieuw sluiten tegen een lagere rente. En daarom wordt gesproken over die 35.000. En dan kost het dus niemand iets. Maar een rente en een lening die je eerder hebt afgesloten voor een veel langere termijn van 50 jaar tegen een hogere rente, ja, daar zit je aan vast aan de bank. Ja, als je dan de reacties hoort van de politieke partijen, de oppositie heeft natuurlijk een heleboel vragen, dat is gewoon. Ja, en we horen het ook van de SP, golf is niks meer als een stukje, een bulke en een hulkeslon. Ja. Er zijn nu gelukkig 980 mensen die het toch net iets ingewikkelder vinden. Maar je moet ervan genieten van de golfsport. Je loopt in de vrije natuur. En er zijn gelukkig heel veel mensen die ervan genieten. Maar uiteindelijk, en zoveel humor is het wel, het is met een stukje tegen een balletje aanslaan. En dat blijkt in de praktijk toch best wel ingewikkeld te zijn. Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat we ook in de golf hebben. En dat mensen met een klein een portemonnee, want we hebben zogenaamde A en B leden, dus mensen die dus 9 holes die kunnen dag en nacht spelen en dan kost het 500. Als je hele golfbaan wil spelen, dan kost het ongeveer 1000 euro. En ik vind ook dat er een flinke bijdrage mag worden gevraagd, want in beginsel moeten we het eigenlijk zelf weten op te brengen. Als dat eens een tijd lang niet kan, ja, dan moet je dat op een bepaald moment ook erkennen. En dat is een gevolg van eerdere besluiten, ja, die het huidige bestuur en de leden niet verweten kan worden. Dat maakt het lastig. Maar ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de leden eigenlijk ook de opvatting heeft, we moeten het proberen om het zonder overheidsbijdrage te doen. Maar die lening die eenmaal afgesloten is, ja, dat is zo. Daar moeten wij, die moeten we toch, rente en aflossing moeten we daarvoor betalen. Dat moet ik thuis ook. En dan moeten we als gemeente moet dat ook. Want dat is degene die uiteindelijk die baan heeft aangelegd om een heel gebied eigenlijk nieuwe economische motoren te gaan. De mensen die daar eerst zaten, die hadden het economisch buitengewoon moeilijk. En die waren blij met dat hele gebied van meer dan 400 hectare eigenlijk een nieuwe bestemming heeft gekregen. Ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat we dat met z'n allen proberen om daar een nieuwe en goede toekomst te hebben. En het lijkt te slagen in beginsel. Alleen, we moeten wel die financiële achterstand, die moeten wij met elkaar inhalen.
En ik vind dus dat in het beginsel de golf dat zoveel mogelijk zelf moet doen. En als een tijd niet kan, dan moeten we eens even ondersteuning vragen. Begrijp je dan goed dat eigenlijk de gemeente Gemert-Bakel, de inwoners van Gemert-Bakel, die nog nooit op de golfbaan zijn geweest, toch eens een bekje moeten komen werpen? Nou, ik denk dat, dat als jij naar een voetbalclub, naar een hockeyclub, noem maar op, hè, daar is de grond eigendom van de gemeente. Daar hoeft niet voor te worden betaald. Ik bedoel, ja, maar verschillen mogen er ook zijn en daar gaat de politiek over. En die moet daar ook over besluiten. Maar als het te veel wordt op een bepaald moment, wel vind ik dat we alle inwoners uit moeten nodigen om met dat stokje en dat balletje, om daar gewoon eens te slaan. Toch die open dag dus? Ja, maar die open dag is er. Alleen wel onder begeleiding. Want je kunt niet hebben dat, dat met dat balletje, met dat stokje en geslaat verkeerd en het komt tegen jouw bolken, ja, dan gaat het echt verkeerd. Dus dat moet wel onder begeleiding komen. Dus daarom zeggen wij, wij houden open dag. Iedereen is van harte welkom, maar we moeten wel een beetje begeleid worden, want het is echt wel een beetje een kunstje dat je moet leren. Nou, we gaan kijken of dat het kunstje straks ook dat lukt. Dat zullen wij proberen. Dank u wel, meneer Van Maasakker.